Scott, ben jij nog een beetje tevreden over de wedstrijd? Ja, ik had een goede start. De eerste rondes waren heel goed. Ik lag 17e, 16e. En kon de groep eigenlijk, ging eigenlijk best wel goed. Alleen na 4-5 ronden waren mijn banden, mijn achterband al zo kapot. Hoe het kan, dat weet ik niet. Maar dan kun je gewoon niks. Ze kon de doordraaien, ze konden gewoon niet doorkomen. En dan wordt het lastig en dan haalt iedereen je in en dan ga je frustreren en dan wordt het gewoon een hele lange race. Alleen doel niet gehaald, geen goede race gehad. Maar over het algemeen heel goed weekend gehad. We begonnen de eerste training al gelijk goed, de tweede training was goed, de derde training was goed. De kwalificatie was iets minder. Maar toch een goede ronde kunnen rijden, 21ste kunnen starten. Dat is wel goed, nu worden we 20ste terwijl er nog 4 voor je vallen. Dus ja, er zat gewoon meer in, alleen het zat vandaag gewoon niet mee. En de volgende, de Saxenring, is dat een baan die je kent? Eigenlijk heel goed. Ik heb de voorgaande 3 jaar met de Rookie Cup daar gereden en elk jaar nog podium gehad. Volgens mij 5 podiums gehad daar, van de 6 races. Dus dat is, dat is gewoon heel positief. Op naar de volgende dus. Ja, tuurlijk, zo moet je altijd denken. We hebben nu wat mindere races gereden, maar ik weet dat het niet aan mezelf lag. Dus we gaan er in Saxenring gewoon weer vol voor. Gewoon hetzelfde doen als dit weekend. Alleen dan de race. Hopelijk zit alles mee en dan gaan we voor de punten.